Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl waar we vandaag gaan kijken naar een nieuwsbericht over de Giro. We kunnen zeggen dat de Giro opnieuw in opspraak is gekomen. Op de NOS zagen we daar een artikel van, dus best wel in het grote nieuws. Maar het is eigenlijk gebaseerd op een artikel van het Financieel Dagblad. En daar is best wel veel om te doen. In ieder geval binnen de community merk je natuurlijk onder beleggers die gebruik maken van de Giro van, ja, wat is er aan de hand? Zelf maak ik me op dit moment niet zo heel druk hierom. Ik maak me niet zo'n zorgen. Ik heb het ook via mijn Instagram gevraagd aan mijn volgers. Onder de eerste 500 reacties die ik heb ontvangen, 3/4 van de mensen die zegt, ik maak me niet zo'n veel zorgen. Maar ja, voor die andere 1/4, daar wil ik natuurlijk wel graag even deze video voor maken. Want ik ben natuurlijk, ik gebruik de Giro zelf. Ik promoot het ook via mijn website of via dit YouTube kanaal. Omdat ik denk dat het voor heel veel mensen, ja, een interessante broker is. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat ik dan één kant van het verhaal wil vertellen. Ik wil eigenlijk beide kanten van het verhaal vertellen. Dus zowel de voordelen als de nadelen. Dit zou dus een nadeel kunnen zijn. In ieder geval genoeg dus eigenlijk om jou te vertellen wat er aan de hand is. Nou, dat doen we aan de hand van het artikel van het Financieel Dagblad. En later gaan we even kijken van, is er een bepaalde mogelijkheid? Is er een oplossing om dit te voorkomen? Of wat zijn de alternatieven voor de Giro? Dat bespreken we dus later. Dus laten we eerst even gaan kijken naar het artikel waarmee het allemaal begonnen is. En dat is dus het artikel van het Financieel Dagblad. En dat artikel heeft de tekst, de Giro verkoopt miljoenen orders van particulieren door. Nou, dat is natuurlijk, moeten we altijd rekening houden dat dit soort artikelen, toevallig bij het Financieel Dagblad kan niet iedereen dit gaan bekijken. Maar het zijn wel, ja, zij moeten het wel een beetje leuk brengen. Wil niet zeggen trouwens dat er niks aan de hand is, laten we dat ook voorop stellen. Maar in het kort komt het hierop neer. FedEx de Giro heeft een samenwerking aangekondigd met handelsplatform TradeGate. TradeGate betaalt de grootste broker van Nederland, de Giro dus, voor het doorsturen van orders. En de AFM is hierop tegen, maar het is nu dus niet langer onder het toezicht per se van de AFM, maar van juist de Duitse toezichthouder. En die staat het wel toe. Dus laten we even wat verder naar dit nieuwsbericht gaan kijken. En dan heb ik wat dingen geselecteerd die ik wil bespreken. Ten beginnen met FedEx de Giro, de grootste online broker in Nederland, gaat beursorders uitvoeren op een manier die de toezichthouder AFM al jarenlang afkeurt. Het bedrijf verkoopt orders van de klanten van zijn dochterbedrijf de Giro door aan een Duits handelsplatform genaamd TradeGate. En het is maar de vraag of die beleggers daar de best mogelijke prijzen krijgen. Nou, hoe zit dat? Het doorverkopen van particuliere beleggingsorders is in Nederland niet toegestaan. En ook in de Europese marktenregels is dat opgenomen dat een beleggingsbedrijf geen vergoeding of kortingen mag ontvangen voor het doorsturen van orders van zijn klanten. Want dat zou immers een belangenconflict kunnen opleveren. Nou, de Duitse wetgever heeft die Europese regels net wat ruimer geïnterpreteerd. Hierdoor is de werkwijze om orders door te sturen, ook wel payment for order flow genoemd, daar de laatste jaar gemeen goed geworden. Dus je ziet, het gaat hier om FedEx de Giro. Aan de ene kant FedEx, aan de andere kant dus de Giro. In Nederland kennen wij vooral de Giro. Maar ook vorig jaar of 2 jaar terug kwam FedEx hier op de Nederlandse markt en was dit dus van toepassing. We zien dat het niet is toegestaan wat betreft Europese regels een beetje. Eigenlijk zeker in Nederland is het niet toegestaan. Maar omdat FedEx en dus de Giro eigenlijk nu een Duits bedrijf is, gaat de Duitse toezichthouder daar iets anders mee om en heeft ermee te maken dat de manier waarop FedEx de Giro dit doet is niet per se slecht voor de klant. De klant voert namelijk zelf een order in en die order wordt uitgevoerd. Dus het wil niet per se zeggen, of het wil vaak niet eens zeggen, dat de klant daar juist een nadeel van heeft. Misschien heeft hij er juist wel voordeel van. En gaan we dan iets verder naar beneden, want dan hebben we het telkens over dat het mogelijk niet de beste prijs krijgt. Het gevaar bestaat namelijk dat de broker de order van zijn particuliere klanten niet doorstuurt naar het platform waar de klanten de beste prijs krijgen, maar naar de partner die het meest voor hun klantenorder betaalt. En ze vrezen dan ook dat de nieuwe lichting van jonge particuliere beleggers een poot wordt uitgedraaid. Het is vooral natuurlijk het, de regels zijn er natuurlijk voor dat ze dit geen vergoeding moeten krijgen, omdat eigenlijk jij bent de klant, jij betaalt ook voor je order. Dus jij moet op plek 1 staan. En door eventueel op deze manier zo te werken, zou het kunnen zijn dat FedEx of de Giro op een andere manier meer aan je order kan verdienen. En dat het daarom dus de order niet wordt uitgevoerd die voor jou het beste is, maar juist het beste is voor het bedrijf. Daarom is deze wetgeving dus zo en dat het eigenlijk niet mag. Maar zoals gezegd, de Duitse toezichthouder gaat daar iets anders mee om. En bij FedEx de Giro denken ze daar zelf natuurlijk ook anders over. FedEx rondde ongeveer een maand geleden de overname van de Nederlandse Giro af.
en heeft op die manier dus 650.000 Nederlandse klanten hun geld laten overboeken naar een Duitse bankrekening. Sindsdien vallen ze voor het overgrote deel onder de Duitse regels en het onder het toezicht dus van de financiële autoriteit BaFin. En dat hebben we misschien de laatste tijd wel gezien. Misschien heb je een account bij de Giro, werd je gevraagd om dat over te zetten. Ik denk dat het vooral ook veel voordelen had. Voorheen had je namelijk heel veel te maken met geld, ja, wat niet per se veilig stond, of in ieder geval waar je over moest betalen. En op deze manier is het gewoon, ja, voor de meeste klanten gewoon goedkoper en makkelijker. Dus daar zit geen nadeel aan. Het nadeel zit misschien wel in dat het nu een Duitse rekening is en dat het daarom dus eigenlijk onder Duits toezicht valt. En daarom dat ze dit mogen gaan toepassen. Volgens mij is het nog niet toegepast op de Giro, maar is het wel iets wat ze de komende tijd willen gaan doen. Want kijken we nog iets verder, dan zien we dat ten eerste de CEO en dus de CFO, Sharour, als ik het goed zeg, die hebben het afgelopen woensdag aangekondigd. Nou, die CFO benadrukt wel dat de Giro-klanten door de deal ook kunnen beleggen als de gereguleerde beurzen dicht zijn. Want dat is namelijk het voordeel van TradeGate. TradeGate is namelijk open van 's ochtends 8 uur tot 's avonds 10 uur. En de CFO zegt dan ook: overdag moeten onze klanten werken. 'S ochtends vroeg en 's avonds laat kunnen ze dan nog handelen. Dat is een grote stap in het openbreken van de internationale kapitaalmarkt voor particuliere beleggers. Dat is natuurlijk zoals de Giro of FlatEx het zelf ziet. En dat is natuurlijk ook hun verkooppraatje. Zit er natuurlijk ook zeker wel voordelen aan. Want ik denk ook zeker dat het waar is dat heel veel mensen of 's ochtends of 's avonds misschien een order gaan doen. Of een onderzoek gaan doen en dan een order gaan kopen. Maar ja, dat is dus de ene kant van het verhaal. Kijken we naar meerdere bronnen, melden echter dat de samenwerking vooral een financiële stap voorwaarts betekent voor beide partijen. Voor beide betrokken partijen. FlatEx ontvangt van TradeGate een vergoeding voor het doorsturen van zoveel mogelijk effectenorders van particulieren die in de markt ook wel bekend staan als domme geldstroom. Volgens anonieme bronnen lagen die vergoedingen in Duitsland een paar jaar geleden nog rond de 3 euro per particuliere order. Maar door de toegenomen concurrentie zouden die dus ongeveer rond 1 euro per order liggen. Dat betekent dus dat zodra de Giro of FlatEx jouw order doorstuurt naar TradeGate, TradeGate daar een vergoeding voor geeft van ongeveer, dus zeggen ze 1 euro per order. Dus dat is ook wel een leuk verdienmodel voor FlatEx. Snap natuurlijk ook wel dat daardoor misschien juist op die manier meer verdiend kan worden aan TradeGate dan als ze eigenlijk verdienen aan jou. En dat is dus de vraag van in hoeverre is daar nu sprake van. Nou, kijken we naar TradeGate. TradeGate is bereid zo'n provisie te betalen voor de transactiestroom van particuliere beleggers, omdat die minder goed geïnformeerd zijn. Daarvan kunnen professionele handelaren juist op het platform profiteren. Voor FlatEx en TradeGate is het dan dus lucratief om particulieren veel 's avonds te laten handelen of in de vroege uren. Dan zijn die gereguleerde beurzen, zoals de Euronext in Amsterdam, gesloten. En kan FlatEx de Giro dus veel orders naar TradeGate sturen. Wat hier eigenlijk staat is, standaard sturen ze niet de orders naar TradeGate, maar dit doen ze juist op de momenten dat de traditionele beurs, zeg maar de Euronext, dus gesloten is. En dat is eigenlijk ook iets wat we wel eerder zagen bij FlatEx. Het is niet altijd het geval, of daar ging toevallig wel alles naar TradeGate, maar je kon daar natuurlijk wel zo, ja, zelf je order zo instellen dat je er niet per se nadeel van hoeft te hebben. En het is ook niet zo dat het per se een nadeel is. Het kan ook juist een voordeel zijn. Maar dan moet het dus wel zo belangrijk dat de klant daar in ieder geval van op de hoogte is als hij die order inlegt. En dat zien we volgens mij op het laatste stukje van de AFM. Gaat niet in op individuele gevallen, maar het constateert wel dat de Europese financiële markten een toenemend gebruik maken van dit handelsmodel, zoals dus FlatEx de Giro ook doet. De AFM acht dit een ongewenste ontwikkeling, omdat dit handelsmodel kosten verhult en indruist tegen het beginsel van open en concurrerende markten. En dat is natuurlijk wel, het lijkt alsof jij misschien gratis een aandeel kunt kopen of heel goedkoop een aandeel kunt kopen, terwijl je op een andere manier uiteindelijk toch kosten betaalt. Dus ja, dat zien we op verschillende manieren komen. Het is gewoon heel interessant voor beginnende beleggers om daarmee te adverteren van je kunt gratis bij ons beleggen, terwijl uiteindelijk je bent, ja, het is nooit gratis. En als dat wel het geval is, dan betaal je altijd op een andere manier. Nou, dat zien we hier mogelijk dus ook wel optreden. Ten slotte zegt ook Sharour, die CFO dus van FlatEx de Giro, laat in een reactie weten dat de deal nooit ten koste zal gaan van klanten van FlatEx de Giro. Ook benadrukt hij dat de broker voldoet aan alle toepasbare voorwaarden van de AFM en de Europese MiFID-regels. Wij sturen onze klanten niet automatisch door naar TradeGate, zegt hij.
Daar kunnen ze zelf voor kiezen. Wij bieden onze klanten met TradeGate unieke service aan, zodat ze kunnen handelen als de grote beurzen niet open zijn. Als klanten ervoor kiezen 's avonds te handelen, dan accepteren ze de prijzen dat die minder gunstig kunnen zijn op dat moment. En ik denk dat dat dus vooral ook het geval is. Tenminste, we gaan ervan uit dat het verhaal van de CFO klopt. Dus dat het niet automatisch gebeurt, dat het voor jou een optie wordt. Dus misschien, volgens mij zoals gezegd, is het nu nog niet zo in de Giro dat je die optie hebt. Maar die zal waarschijnlijk dus binnenkort wel komen. De Giro heeft ook niet de klanten ingelicht. Dit is ook pas afgelopen woensdag bekend geworden. Dus ik verwacht dat de komende weken wel dat wij daar informatie over gaan krijgen. Misschien wat er staat te gebeuren, hoe je moet toepassen, wat de kosten zijn of wat misschien de nadelen zijn. Maar in ieder geval dat je als klant de optie krijgt om te handelen buiten de beurzen. Nou, iedereen weet op het moment dat de beurs gesloten is, dan is de spread groter. Dus de prijs van waarvoor jij het koopt of wat het aandeel echt waard is, die is groter omdat, zoals gezegd, de beurs gesloten is. Dus het is maar een aanname wat de koers op dat moment is. En dat, ja, die koers wordt gewoon bepaald door de vraag en aanbod op dit moment. Dus het kan zo zijn dat na beurs, of misschien zelfs al voor beurs, informatie bekend wordt die impact heeft op de koers. Nou, als jij denkt, ik wil toch wel iets meer betalen dan de laatste koers, want ik denk dat dit impact heeft, ik wil nu een aandeel, dan ben je vaak ook bereid daar meer voor te betalen. Dus op zich hoeft het niet per se slecht te zijn, maar het is wel heel belangrijk dat het duidelijk is voor de klant. En ik denk ook wel dat het goed is dat het Financieel Dagblad dit, ja, in ieder geval hier een artikel aan wijdt. Alleen ik denk de manier dat het nog iets te voorbarig is. Het is nog heel veel onduidelijk. Het is nog niet geïmplementeerd. Het is iets wat ze van plan zijn. En mogelijk als ze het op een nette manier implementeren, is er niet zo heel veel aan de hand. Dan is het namelijk zo, ja, dat jij als klant zijnde de keuze hebt van, wil je nu een order inleggen, kost je iets meer, maar dan heb je wel op dit moment, ook al is de beurs gesloten, heb je wel het aandeel in handen, of leg je een order in die mogelijk morgen pas verwerkt wordt. Nou, dat kan ook, maar dan moet je wel duidelijk, zeg maar, zijn dat, ja, dat die keuze er is en wat de gevolgen daarvan zijn. En dus ook de oplossing die ik hier eigenlijk zie is ook waar ik al eerder in het geval van FlatEx, toen die op de Nederlandse beurs kwam of op de Nederlandse markt kwam, heb ik ook daar een video aan gewijd, omdat dit iets is wat we niet gewend zijn in Nederland. Toen was FlatEx degene die het aanbood. Nu gaat FlatEx dus eigenlijk via de Giro opnieuw aanbieden. Wat je eigenlijk hebt is dat je te maken hebt met een, zoals gezegd, een grotere spread, omdat de beurs gesloten is. Ze liggen vraag en aanbod, die prijzen, die koersen liggen verder uit elkaar. Dus je betaalt waarschijnlijk, ja, door de onzekerheid misschien wel meer van je aandeel, maar je kunt wel dus het aandeel buiten de reguliere tijden van de beurs krijgen, kopen, verkopen. Nou, wat dan heel belangrijk is, dat je in ieder geval in de gaten hebt wanneer de beurs open is, zodat je duidelijk weet van, koop ik het rechtstreeks op de Amsterdamse beurs bijvoorbeeld, of koop ik het omdat die beurs gesloten is op TradeGate. Dat is heel belangrijk, dat je daar in ieder geval duidelijk hebt waar je handelt. En vaak is het zo dat je dan door gebruik te maken van limietorders zelf je koers bepaalt. Dus stel, het aandeel sloot op €120, ik noem maar iets. En dan zeg je bijvoorbeeld, nou, ik wil maximaal €121 betalen. Of ik wil maximaal €120 betalen. Nou, dan weet je in ieder geval dat waar het ook verhandeld wordt, dat is de prijs waarvoor jij het koopt. Dus op die manier kun je toch, ja, eigenlijk risico beperken en gewoon duidelijk aangeven van, dat is het bedrag dat ik maximaal wil betalen voor een aandeel. En dan kom je dus ook niet voor verrassingen te staan. En dat is dus ook de reden dat ik me op dit moment niet zo druk maak. Ik denk dat het iets wordt opgeblazen, maar het is wel, dus zoals gezegd, wel belangrijk dat er in ieder geval aandacht aan wordt besteed. Want dan kan ik ook weer jullie daarover informeren. Dat, let op, als het binnenkort komt, zal ik nog wel een keer een video daarover maken van, wat is er dan veranderd binnen de Giro en waar moet je op letten om in ieder geval te zorgen dat je een order uitvoert zoals je ook wil dat die uitgevoerd wordt. Maar denk je nou van, ja, de Giro, ik weet het niet, mogelijk wil ik overstappen, want we hebben al eerder gezien dat ze een beetje met de AFM overhoop lagen. Nu is dit iets, ik denk niet dat het buiten de regels omgaat, maar het is anders dan wij gewend zijn. Misschien voel je daar niet comfortabel bij, dat kan. Zijn er dan nog alternatieven voor de Giro? Ja, natuurlijk zijn er die, want er zijn heel veel andere brokers. Denk bijvoorbeeld aan Bux Zero, heel erg populair. Juist ook omdat ze nu een gratis aandeel aanbieden. Ook daar heb ik trouwens een link van. Ik zal trouwens alle links van alle brokers onder deze video plaatsen. Mij maakt het niet uit waar je belegt. Ik vind het vooral belangrijk dat je vaak gaat beginnen met beleggen. Maar in ieder geval, kijk, bij Bux, ook zij bieden commissievrij beleggen aan. Ook daar heb ik trouwens vorige week een video over gemaakt, hoe dat precies zit. En ik denk ook dat daar de spread wat groter is. Die ligt volgens mij tussen de 0,06 en 0,08%. Dus ook daar wordt op een andere manier toch altijd wel aan jou verdiend. En daarnaast hebben zij dus niet zo'n uitgebreid aanbod. Dus je kunt niet alles kopen wat je bij de Giro zou willen kopen. Dat biedt Bux bijvoorbeeld niet aan. Je kunt ook denken aan eToro.
Ook dat is een steeds grotere naam in Nederland. Ook zij bieden commissievrij beleggen aan. Dat is ook echt commissievrij. Alleen het nadeel daarvan is, hun platform zit in dollars. Jij moet euro's storten, dus je moet van tevoren eerst alles omzetten. En juist de valutakosten zijn dan weer een nadeel van het platform van eToro. Dus ook dat heeft voordelen, heeft nadelen. Je kunt ook denken aan bijvoorbeeld de bekende banken. Misschien bij ING, bij ABN of denk je aan Lynx. Daar weet je in ieder geval van tevoren al dat de kosten per order in ieder geval stukken hoger zijn dan bij de Giro. Daarom vind ik de Giro interessant. Dus prima, misschien kun je daarvoor kiezen. Dan weet je dat dit niet de handelswijze van die bank is. Daar kun je dus ook niet buiten de openingstijden van de beurs handelen. Maar dan weet je in ieder geval wel van tevoren dat je wat de prijs is, maar die is hoger dan bij de Giro. Dus je ziet wel, voor elke broker is er een voordeel, is er een nadeel. En dus het is gewoon heel belangrijk voor jou van kijk waar jij je comfortabel bij voelt. Wat vind jij belangrijke voordelen? Wat vind jij belangrijke nadelen? Kijk welke broker daaraan voldoet. Kijk ook de manier waarop jij handelt. Als je altijd ETF's handelt, dan zijn waarschijnlijk Bux of de Giro juist heel interessant. Die zijn altijd gratis als je gebruik maakt bijvoorbeeld van de kernselectie van de Giro. Dus voor elke broker is ook afhankelijk van welke strategie jij toepast, heeft een broker juist voordelen of nadelen. En ik kan die niet opnoemen voor jou, omdat ik niet weet wat jouw voorkeuren zijn of wat jouw strategie is. Maar doe in ieder geval daar je onderzoek naar. Maar dit was puur even het artikel van het Financieel Dagblad besproken. Klein beetje uitleg van wat er aan de hand is, hoe ik daarover denk. Hopelijk heb ik jou daarbij geholpen. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van het kijken van deze video, laat in ieder geval die weten in de reactie onder deze video. Mogelijk kan ik ze beantwoorden. Mogelijk kan iemand anders die deze video kijkt daar een reactie op geven. Of hun eigen ervaring daarmee uitleggen. Zo kunnen we in ieder geval elkaar allemaal helpen. En wordt het in ieder geval hopelijk een stuk duidelijker. En kun je dus kijken van blijf ik bij de Giro? Word ik klant bij de Giro? Of ga ik juist op zoek naar een andere broker? Maar daarmee hebben we dus het einde van deze video weer gehaald. Hopelijk vond je het een leuke, interessante video. Is dat nou het geval? Geef dan zeker even een duimpje omhoog, zodat ik weet welke video's jullie interessant vinden. En wil je nou nog meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Ook dat kun je doen onder deze video. Klik op abonneren om nooit meer een video te missen in de toekomst. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende video.